Ik ben dit jaar mee met het Rode Kruis op vakantie voor kansarme jongeren. Dit is de vijfde keer dat ik meega op kamp. Ik ben daar eigenlijk mee begonnen. Ik zat vroeger in de Giro en toen ik ging studeren moest ik daarmee stoppen. Maar ik miste die kampen enorm fel. En toen zei een vriendin van mij van ga toch mee met het Rode Kruis. Dat zijn echt fijne kampen. Je gaat er fijne herinneringen aan hebben. Je moet dat zeker doen. En zo ben ik er eigenlijk ingesukkeld. Nu voor het vierde jaar mee. En eigenlijk is dat nog pakken fijner dan de Giro. Het is veel intensiever. Qua voorbereiding is het allemaal hetzelfde. Je bereidt veel spelletjes voor. Alleen ook weer dat intensievere. Je moet spelletjes hebben die 15 minuten duren, zodat je heel snel kan overschakelen op andere spelletjes. Dat de kinderen altijd bezig zijn. Ook hier moet je erbij stilstaan dat de kinderen niet even graag altijd willen meespelen met die spelletjes. Dat is niet zoals op de Giro. Kom, we gaan een spel doen, iedereen doet mee. Nee, je hebt groepjes die zeggen, nee, ik wil niet. Andere groepjes, ja, we doen dat wel. Ik wil dat doen. Zo, alles heel anders. En eigenlijk is het hier op deze kampen de bedoeling dat je je een beetje inleeft in de kinderen. En als ze zeggen van, we willen dat gaan doen, dat je wat overlegt met de groep van, zien jullie dat allemaal zitten? Oké, dan gaan we dat doen. We laten ons spel vallen en we gaan jullie spel doen. Het is echt kampen maken om de kinderen blij te maken. 5 dagen uit hun thuis halen, 5 dagen plezier geven, dat voor hun een onvergetelijk kamp wordt. Maar ook voor de monies, want dat is ongelooflijk hoeveel energie en vriendschap je van die kinderen krijgt. Soms tijdens de kampen is dat verschrikkelijk. Dan heb je kinderen die een heel kamp lang tergen en ja, woorden schelden en zo naar u. Maar op het einde van het kamp dan zie je toch van, wow, die kinderen die gaan me toch missen. Die hebben dat echt wel fijn gevonden. Dan krijg je soms tekeningen van de kinderen die het hele kamp lang niks goeds gedaan hebben, bijna, zou je kunnen zeggen. En die dan ineens zo vriendschappelijk een tekening komen geven en zeggen dat ze jullie toch gaan missen. Of andere kinderen die zo vaak weglopen of ruzie stoken met de andere kinderen, dat die ineens super lief worden, ook tegen de andere kinderen. Het is echt een enorme ervaring. Na het kamp val je in zo'n zwart gat. Zo'n heel energievolle week gehad. Je bent daar enorm moe van. Veel moeer dan van een gewoon kamp. Maar je gaat dat nooit vergeten. En die kinderen die blijven ook altijd in het hoofd en in het hart zitten. En vandaar, ja, blijf ik maar meegaan. Ik ben daar 1 keer aan begonnen. En het is zo'n kick dat je gewoon blijft gaan.